Hey hallo mensen, dit is Geert Kees van Syndroog en je kijkt weer naar mij en we gaan vandaag naar de tweede verdieping waar we al zijn van de Trainer Battle Toren. Dus dat is een toren met allemaal trainers die staan te wachten van hey, ik wil vechten. Dan kan je echt de Pokémon, het is een hyper potion wat je Pokémon zo lekker hyper van. Maar die ga ik hem nog niet geven aan deze meneer, deze wetenschapper die wil met mij vechten. Hey wetenschapper? Ja. Oh, iemand die ik niet ken, zegt hij. Ja, ik ken jou ook niet. Dat is mooi dat we elkaar niet kennen, want dan is het verrassing. Dat is zo van, ik zet mijn blazerskin in en dan verrassing. En dan zegt hij, oh, hoe kom je eraan? Scientist Steve. Steve, dat klinkt al slecht. Ik bedoel, als jouw naam Steve is, dan zit het niet goed. En level 20 Pokémon. Nou. Ik heb het goed bekeken, maar ik ga Flame Charge. De eerste keer ga ik het gebruiken. Een dire hit. Ik weet niet wat het doet, maar het zal waarschijnlijk niet belangrijk zijn. En hij doet allemaal vuur om zich heen. Bam! Helemaal kapot. Niks meer van over. Een critical hit ook nog. Maar ja. Ja, Seawaddle. Dan ben jij wel mooi dood. Ja, sorry hoor. Maar het gebeurt. Ja, je had me ook al even mogen helpen, zei hij. Ja, ik had je kunnen helpen. Maar ik heb met alles mijn besluit om dat niet te doen. En mevrouw. Ik heb een hele mooie trainer gevonden en ik zal het gelijk even onderzoeken, oké? Je doet maar. Maar wat? Muna, dat is het gewoon. Gewoon niks anders, gewoon, moet je tegen iemand zeggen op straat, dan zeggen ze, hey, hoe laat vertrekt de bus? Dan zeg je gewoon, Muna. Muna, wat? Muna, gewoon Muna. Gewoon punt, Muna. Meer niet, gewoon dan moet je alleen maar Muna zeggen. En dan denken die mensen van, wat is er met die kerel aan de hand? Ik snap hem niet. Ik kan iemand mij helpen? En dan zeg ik nee, dat kan niet. Maar mijn Mysterio is een beetje aan doodgaan. Hij vindt het zelf, ik weet niet of hij het zelf leuk vindt. Mysterio, vind jij het zelf leuk? En dan krijg ik zo'n gesprek van, ja, ik vond het zelf eigenlijk wel een goed idee dat ik dood een keer ging. Dat is goed voor de spieren. Maar toen dacht ik van, hey, dat is niet goed. Jubbe. Dat klopt. Oké. Dan gaan we nog een keer een blad tornado gebruiken. Blad tornado, zoeken. Helemaal onderin. Ja, dan kan hij minder goed aanvallen of zo. Wat doet hij? Oh, dat sterrenlicht, het gedoe ding. Dat is zo'n irritante aanval. Het was een aanval die, als hij er niet in had gezeten, was het een veel beter spel geweest. Gewoon sowieso. Kom op, ga eens dood, vriend. Ik bedoel, doet hij weer een maan dicht, kijkt zo naar de maan en zegt hij zo tegen de maan van maan, geef mij mijn kracht om sterker te kunnen zijn en tegen deze Mysterio op te kunnen staan. En zegt de maan van, moet ik die Muna nou echt gewoon gaan helpen? Ik heb hem wel beter te doen zoals mijn vrouw. En dan zeg jij, heeft de maan een vrouw? Maar deze Muna is gewoon de stomste Muna ooit, omdat hij alleen maar één aanval doet. Maar ik heb een kut aanval. En kut is de aanval. Die niks anders doet dan gewoon aanvallen. Oké, misschien bladslag. Bladslag patat. Het is bijna. Nee, gaat hij weer met zijn maanlicht kloten van maan. Geef mij mijn kracht. En die maan die zal bedenken van, hé, ik heb ook wel eens een keer druk, weet je. Ik heb ook een vrouw en kinderen die ik moet onderhouden. En dat is ook zo. Maanlicht, hou eens. Wel eens, zodra kan je geen maanlicht meer gebruiken, Muna. En dan zit je zo van, oh, ja, had ik maar wat beters met mijn leven gedaan. Maar nou zit je zo, ja, ik ben wel even een pakje maanlicht doen. Oh, hij is bijna dood. Dat doet hij op Psybeam, maar ik had het ontweken. En dan doe ik nog één keer, bladslag. Bladslag, bad! Jazeker. 175 en dat gewoon om hem aan te kunnen vallen. Dat was het. Wel erg. Oh, die irony. Nee, geen ironie. Maar jongens, ik moet heel even weg. Ik zie jullie gewoon zodra ik weer. Dat is voor jullie gewoon zo van. Dan ben ik er opeens weer. En dan ben ik misschien een hele andere bui. Want ik wil gewoon een beetje met een normale stem laten spelen. Dat mag wel kunnen, toch? Toch? Nou. Dus ik zie jullie gewoon zodra ik weer. En dus tot zodra ik. Tot zo. En ik ben weer terug met ons fantastische team. Voor jullie duurde het niet lang, maar voor mij duurde het rond de 3 uur. Ja, dus als ik nou in een andere bui ben en een ander commentaar geef, moet je niet zeggen, hey Kees, je wisselt opeens voor commentaar, wat is er met jouw commentaar? Dan moet je dat niet gaan zeggen. Als je dat wel gaat zeggen, dan ja, ik hou je niet tegen ofzo. Ik ga niet zeggen van, ja, kom naar je huis toe, want zodra kijkt de politie dat.
En dan weet ze, aha, die Kees, die kan straks naar iemands huis toe. Dat we dat ook even weten. Maar dan moet ik een revive hebben en dat heb ik weer net niet. Ik heb van alle andere dingen, een timerbar, de quickbar, de scope lens, de star pieces. Ik weet niet eens wat het doet, maar ik heb geen revive. En natuurlijk, één Pokémon van mij, die is nogal dood. Oh, is hij nog niet dood? Oh, dat is mooi. Dan ga ik hem even helemaal weer pamperen en dan gewoon weer inzetten. Dan ze zeggen van, hé, jij mag lekker 3 uur gerust staan. Dus mijn Pokémon, echt waar. Oh, bedankt Kees, dat dat mag. En dan laat ik hem gewoon niet rusten. En dan opeens, en dan staat hij zo in een gevecht van, hé, wacht, Kees, ik mocht toch rusten? Ja, je mocht rusten. 2 seconden mocht je rusten. Meer dan dat mocht niet. Oké, deze meneer, die staat hier en die zegt zo tegen mij, hé, ik wou net eventjes gaan uitrusten. Maar ja, toen zeg ik jou, hè. Oh, ga dan verder met het uitrusten. Hier staat je bent aan het werken. Of misschien is dit je break wel. En wat ben je, oud? Klerk weet, een dubbele naam. Sorry, vriend, maar ik ben je vriend niet. Een beetje dubbel. Sorry, vriend, maar ik ben je vriend niet. Maar in ieder geval, Mysterio, die kan hier niks tegen. Mysterio, ja, dat is dat ding is van vuur. Die zet hem zo in de fik. Dan hebben we straks een, laat me zeggen dan, als Mysterio, laat me zeggen, het bos is. En het potentiële vuur is, ja, die moeten niet met elkaar in aanraking komen. Dan is er een bosbrand. En dat willen we niet. Dus dan gaan wij hier gewoon eventjes Clickbang inzetten. En Clickbang, die doet hopelijk wel wat beter. Dus hij staat er als een kip zonder kop. Padam, pam. Die was heel erg slecht. Maar dat maakt niet uit. We gaan even 2 keer schoppen. Wel 2 keer. Doe maar even die 2 keer. Hij schopt, eigenlijk is het heel stom. Hij schopt wel 4 keer. Maar ze dachten, ach, we noemen het gewoon 2 keer schoppen. Waarom niet? Want we hadden het ook quadro schop kunnen noemen. Maar ja, dan denken we, dat is quadro schop. En dan, ja, dan krijgen we weer die gezeik, dat gezeik, die gezeik, zo gezeik, zus gezeik. Punt. Nee, punt. Ja, pampoer. Dat is volgens mij dat, ik hoop dat het een watergeval is. Je hebt er 3 van. Je hebt het grasgeval, het watergeval. En dan vuurgeval. En dat watergeval hoop ik nou, dat is een kans van 1 op 2. Dus is het watergeval? Het is het watergeval. Dat watergeval is echt heel chill met die oogjes zo van, ja, yes, man. Ik ben, hij zit helemaal onder drugs, die kerel, die pampoer. Maar pampoer is helemaal niet sterk. Hij is heel chill. Hij kan met water spugen, maar hij is onder invloed van drugs. Dus hij kan niet veel. Ja. Ja, behalve als je onder steroids zit en zo. Doping. En die shit, dan wil je nog wel eens wat beter gaan werken, maar meestal werkt het gewoon niet. Oké, en hier zetten we even Dirk voor in. En dan zeg jij, Kees, dit is dat grasgeval, elektrische aanvallen doen toch niets op dat grasgeval? En dan zeg ik, ja, die doen ook niks, maar we hebben een vuuraanval met Dirk. Want Dirk, die, dat is, ja, ik weet niet waarom, ik denk dat Nintendo gewoon dacht van, ja, het is niet zo'n leuke Pokémon als die alleen maar elektrische aanvallen kan. Laten we hem ook maar een wateraanval geven. Een vuuraanval geven. En dat vind ik dat ze best wel goed hebben besloten. Omdat, dat maakt de Pokémon gelijk wel sterker. Dat kan die wel meer. Ik weet niet hoe die vuuraanval doet en waar die het vandaan haalt. Maar als ik hem tegen zou komen, zou ik niet denken dat dat ding vuur kan spugen of iets. Dan zou je zo denken, ah, ja, dat is gewoon een paard, jongen. Die kan alleen maar trappen. Dan trapt hij en trekt zo zijn bek open. En dan, allemaal vuur. En dan denk je, holy. Dat is, daar wil ik geen ruzie mee. En daar wil je ook geen ruzie mee met Dirk. Dirk is de enige Pokémon die ik wegstuurde, die ik helemaal verrot trapte en die gewoon nog bij mij bleef. In de vorige series is dat dan. Oké, we gaan hem even een Hyper Potion geven. Nou ga je hyper worden, Dirk. Dirk, jij bent nog heel hyper. In de kracht van droogheid ben jij heel hyper. En dan gaat hij me weer bijten. Doe maar niet bijten, dat vind ik niet zo leuk. Dan gaat hij me weer in me bijten en dan zit ik zo van, doe niet. Dat vind ik ook echt gewoon niet leuk als mensen me gaan bijten. Weet je, ik heb liever dat mensen dan tegen mij zeggen, hé, ik heb toevallig een probleem met jou. Dan dat ze me gelijk gaan bijten. Maar ik hoop dat dit een critical is. En het is geen critical, maar dat was tenminste wel mijn Quickclaw die zijn werk een keer deed. Voor deze keer. Hij heeft nou volgens mij al 1 hele aflevering die Quickclaw. En dat is pas de eerste keer dat hij werkt. Dat is een beetje achterlijk. En het had niet eens nodig, omdat hij mag sowieso al eerst. Dus, ja, dat heeft toch helemaal geen zin, ja. Dan zeg je van, ja, dat had wel zin, want zo direct misschien was hij, deed hij wel quick attack of zo. Nee, dat deed hij niet. Oké, het was een goeie voor jou. Ja, ik ben ook een goeie voor jou.
Je hebt geluk, man, dat je mij tegenkwam, hè. Iemand anders met deze Pokémon, die had al je Pokémon's helemaal afgeslagen. Ik heb ze alleen aan het infuus gezet. Nou, overleven ze het misschien. Misschien. En deze manier achter de computer. Oh, je bent een Pokémon trainer. Hé, hey, was zo sterk, bla bla bla. Wil jij tegen mij vechten? Ja, ik wil tegen jou vechten. Is dit toevallig een soort gem of zo? Dat is wel een leuke gem. Hé, hey, dat is een schoonmaker. Nee. Hé, hey, dat is Geof. Was dat die ene van de vorige aflevering waar ik zo bij zat van... Nee, wacht even, hè. Is dat een Pokémon? Nee. Nee, zie ik gewoon verkeerd. Kees, jongen, je hebt gewoon te veel alcohol op. Dus even met mijn ogen eventjes. Dit is een vuilniszak, man. Een vuilniszak. Oh, wat erg. Wat voor type is het? Nou, het is in ieder geval geen gas. Of geen water. Nou gaat de vuilnis bij twee keer staan. Het doet alleen maar meer pijn. Omdat het is vuilnis. Daar wil je niet door geraakt worden. En die... Nee, dat is gewoon een vuilniszak. Die Pokémon hoort gewoon bij het vuilnis. We hadden dat die schoonmaker waar we nou tegen moeten vechten. Die heeft het gewoon bij het vuilnis gevonden. Hè? Die zat gewoon, weet ik wat, de armen leeg te gooien. En dan kwam die Pokémon tegen en denkt, wat de hel is hier gebeurd? En er was geen dus dat een Pokémon die had dus seks gehad met een vuilniszak. En dat is de baby. Is het een gras? Nee, het is waarschijnlijk een poison. Ja, poison. Dat weet ik nou eigenlijk wel zeker. Wat kan goed tegen poison? Ja, poison. Niet potion, poison. Moet wel goed zeggen. Gaat hij maar alleen maar bitch slapen? Hou eens op met de bitch slapen. Je bent een man. Je bent geen Justin Bieber lookalike ofzo. I don't know. Je bent een man. Een man. Een sterke man. Die minder kan dan dat hij eigenlijk kan, zo te zien. Maar hij is wel gewoon een level 25 geworden. Daar bedank ik je voor. Mysterio is level 21 geworden. Daar bedank je ook voor. Wat is dat? Een min Cicino? Nee. Sorry hoor, maar deze Pokémon zijn te verneukt. Wat is een min Cicino? Vertel mij wat een min Cicino is. Het is een soort van cappuccino. We zullen het nu weten. Oh, dat is dat geval. Dat vind ik nog wel een leuke Pokémon. Een beetje Pikachu lookalike, maar ik vind dat wel een mooi ding. Oké, hij gaat eerst eventjes... Hij gaat me kietelen. Wauw. Nee, even serieus. Daar zag ik wel wauw tegen. Hij durft mij gewoon te gaan kietelen. We zitten helemaal in een Pokémon gevecht, helemaal met elkaar bezig. Gaat hij me kietelen. Ja. Ik heb er niks meer over te zeggen. Gewoon kietelen. That's it. Waarom? Maar we hebben nog mysterie over. En er liggen Toxic Spikes. Dat was ik helemaal vergeten. En dit is waarschijnlijk iemand beter voor Click Bang. Omdat Click Bang die kan dubbel kick. Ja, was het dubbel kick? Ik ben helemaal die naam van die aanval vergeten, joh. Dat was dubbel kick, ja. Dat was dubbel kick. Click Bang kan dubbel kick. Wow, dat klinkt ook wel apart. Oké, Click Bang, laat zien waar je van gemaakt bent. Dan zeg ik, bang, ik ben van kip gemaakt. En dan zeg ik, kan ik jou opeten? En dan zeg jij, dan moet je maar eens proberen. En jij bent ook een normaal type Kees. En dan dubbel shop ik jou. Dubbel kick. Ik jou, ja. Je zegt de hele tijd dubbel shop. Ik weet niet waarom, dat klinkt ook wel leuk. Dan gaat hij me eerst kietelen. Mijn Pokémon. Dude, kan je alleen maar kietelen ofzo? Nou, het is wel een vrouw. Dat vind ik niet erg dat hij mij gaat kietelen, maar... Maar we zitten hier in een gevecht en dan moeten we serieus en we moeten professionaliteit uitstralen. En dan moeten we niet doorgekieteld worden. Hey, wow, je hebt het echt schoongemaakt. En dan zo van padam, pam. Nee, geen hehoi. Wow, je bent heel goed, bla bla bla, je hebt iets goeds, bla bla bla. Oh, de XP share, hey, daar heb ik tenminste nog wat aan. Ik wil voor de XP share, daar kan ik tenminste mijn experience points delen. Zijn er nog andere trainertjes waarmee ik nog niet gevochten heb? Aha, daar hebben we er een. Die naar me toe loopt. Mijn werk is Pokémon gevechten. Mijn werk is jouw Pokémon verslaan. Dus laat mij maar zien. Ja, je bent iets te veel met je werk bezig, vriend. Zie hoe je alles vast moet houden. En dan moet je er ook nog een Pokéball bij vasthouden. Ja, dat gaat niet werken. Dat zie je nou al. Oké. Dat mijn Mysterio gaat wel dood. Al mijn Pokémon zijn gewoon aan het doodgaan. Behalve één Pokémon. Maar die is ook aan het doodgaan. En die waarschijnlijk de eerste beurt niet eens overleeft. Zo erg is het. Dat is Derek.
In prison. Ik hoop dat mijn Pokémon... Nee, dus. Oh, we hebben nog een kans. We hebben nog een kans. Doe maar je shockwave. Shockwave. En dan... Hij is niet eens dood. En dan gaat hij een draaikop op mij of wat wind gewoon, maar of stofwolkjes. Laat het gewoon om me heen laten vliegen. Weet ik waarom, maar hij doet het en dat is wel grappig. Dus meer zo van, ja, leuk dat je het doet, maar voor de rest heb je er niet van aan. Oké, dan gaan we Amber doen. Amber. Een klein vuurtje, maar het vuurtje is wel genoeg om die hele Pokémon kapot te maken. En wij hebben gewonnen. Vandaag ging het niet zo goed, zei hij. Ja, je hebt één Pokémon. Dan straal je geen professionaliteit uit. En Kees, wat heb je met professionaliteit? Nou, vind het een leuk woord. Weet ik waarom, het is gewoon een grappig woord. Professionaliteit. Oké. Het is leuk om... Wat? Nou, zoiets. Geheimen van de Pokémon te krijgen, bla bla bla. Zoiets had hij het over. De mens volgens mij gewoon niet goed wees. Oké, we gaan naar verdieping 1. Misschien wil die trainer daar ook nog vecht. Die zit er misschien te wachten op de verkeerde verdieping of zo. Zodra ik, misschien hoort hij wel op de 47 staan, maar hij staat er gewoon te wachten van, ja, wat moet ik er naartoe? Misschien ben je nog niet aangenomen. Nee, hij is al wel aangenomen. Ja, ik dacht, wie weet, misschien was hij wel gewoon niet aangenomen. Had het gekund, weet je. Nee, hij zat te wachten, puur om aangenomen te worden. Maar nee. Is streekje van A en B. Ja, ik zeg maar wat, hè. Wil je je Pokémon laten rusten? Ja, dat wil ik zeker weten. Dank u wel, Sister Joy. Heel erg bedankt. Ah, alsjeblieft, Kees. Dank je wel. Sommelon heeft gehoopt dat je ooit nog ziet. Dan had jij het nou over Geof? Geonat. Nee, die kan ik niet. Oh, dat... Geonat is een van die drie mensen. Dit is het spel. Wie van de drie is het? Geonat, dat klinkt als een vrouw. En die zijn waarschijnlijk met elkaar getrouwd, want die hebben hetzelfde outfitje aan, dus jij bent er. Ben jij Geonat? Nee, ik wil niet... Oké, ben jij Geonat? Nee, dat wil ik niet. Nee, dat is gewoon zo geen Geonat. Ik ga het u niet aan vragen, ziet er iets te sterk uit. Van als ik meteen zeg van... Hallo, ben jij Geonat? Dan zegt hij, had je het tegen mij? En dan... Ja... Ja, dan moet je niks tegen mij hebben, hè? Zulke mensen zijn dat. Maar dit is het einde van de aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je het een leuke aflevering vond, plaats dan heel even een reactie. Dat zou ik fijn vinden. Als je een thumbs up doet, dat zou ik ook fijn vinden. Dat is niet te belangrijk. Maar dan kan ik aan zien dat mensen het leuk vonden. Bla 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 bla. Bla. Oké, dit was het einde van de aflevering dus. Ik bedank even iedereen voor het kijken. En zoals ik al zei, even een reactie plaatsen. Even een duimpje omhoog doen. En dan zeg ik tegen jullie, tot en met aflevering, 15. Tot en met, ik zie jullie weer in aflevering 15. Dus tot aflevering 15. En dan zeg ik, later!